Enkele medewerkers aangesloten bij de dienst der posterijen, werknemersorganisatie DPWO, heeft vanmorgen het werk neergelegd. De reden hiertoe is dat de medewerkers nog steeds niet over hun salaris van de maand maart kunnen beschikken. De ontstemde medewerkers hadden zich verzameld op het kerkplein. We spraken met twee shopstewards. Ingrasia Boerenstam geeft aan dat de medewerkers teleurgesteld en boos zijn op de directie. Ze zeggen dat de cao'ers nu elke maand laat worden uitbetaald. De shopsteward geeft aan dat de directeur het salaris voor de stafleden wel heeft gestort, maar dat het overige personeel nog steeds niet is uitbetaald. Maar wat mij als personeel irriteert, stel een brief op. Stuur een brief van er wordt laat gestort vanwege zo'n reden. Je stuurt geen brief. En wij zitten ook geen slip, niets. Maar je stuurt wel een mail voor ieder dat we moeten komen werken. Maar je stuurt geen brief dat laat gestort wordt. En het is dat hij iedere keer heeft gedaan. En wanneer we misschien in actie zullen komen om hem te vragen, dan geeft hij altijd als reden, ja, het is de schuld van de banken of dat is het de schuld van financiën. Dat is altijd zijn mening. Dat geeft hij altijd aan als reden. De eerste keer is dat het gebeurt. Maar ja, hoe is het de vorige keer opgelost? De vorige keer? Hij heeft gewoon laat gestort. Pas de vijfde waren in actie, maar ja. Deze directeur, het leek alsof hij een olifantenhuid heeft. Al ga je actie, het hindert hem niet. Hij stort gewoon laat. En de voorgaande keer heeft hij voor ieder laat gestort. Maar wat is gebeurd? Dit keer heeft hij gewoon voor een deel gestort. En wat is gebleken voor de kleine banken? Daar is er een klein groepje, dus daar heeft hij gestort. En het gros van Surpos is DSB. En daar heeft hij alleen gestort voor de staffers. Die ondersteunen hem in alles wat hij doet, dus hij heeft voor hun gestort. En de rest heeft hij dan gelaten aan de kant. Volgens shopsteward Sergio Telegraaf is het vanaf september 2019 zo dat het personeel laat over zijn salaris beschikt. Hij geeft aan dat het personeel onder meer in problemen komt met banken waar ze leningen hebben lopen. Het is lastig. Kijk, we hebben lopende schulden bij de banken. Iedereen moet elke maand aflossen. Je hebt een bepaald overeenkomst met de banken. En nu wordt de vertrouwen geschaad. Kijk, een van die collega's van me was geweest om een lening aan te sluiten met de bank. Maar de bank heeft er teruggestuurd. De vertrouwen, wat dat ding is, er wordt te laat gestort waarbij de bank niet op ons kan rekenen. Begrijpt u? En het mooie van de zaak, ik heb de directeur vrijdag gecontact. Ik heb hem gevraagd waar mijn salaris is, want vandaag is al de derde. Hij zei me, die kleine banken zijn aan verwerkt, alleen van DSB moet dat verwerkt worden. Hij zei hem, oké. Okay. Hij zegt ja, als het vanmiddag niet goed komt, komt het in de weekend wel goed. Ik heb een beetje rekening daar gehouden. Ik heb gekeken, vrijdagmiddag, niks. Ik dacht, oké, okay, misschien is een uitzondering weekend. Weekend, heel weekend gekeken, niks. Dat heeft me meer boos gemaakt, want ik heb een kind daar, ik neem aan. Al mijn collega's hebben ook kinderen, maar ik heb een kind daar van 3 weken, begrijpt u dat? Dus u kunt zich begrijpen dat dat kind voeding nodig heeft, pampers en wipes en die soort zaken. Oké, okay, ik heb hem gisteren nog gecontact, ik heb hem weer gevraagd. Dat directeur, ik ben uw woorden niet aangekomen, want is hier nog niks. Dan moet u kijken, maar wat dat ding is, dat die man heeft dat dus selectief gedaan. Deze rugleuning heeft hij allemaal uitbetaald, zo'n rugleuning. Tot gisteren nog toe. Shopsteward Sergio Telegraaf die sprak vanmorgen op het kerkplein waar een aantal ontevreden medewerkers van Surpost zich had verzameld. De medewerkers hebben hun salaris over de maand maart nog niet ontvangen. Het personeel blijft in actie totdat ze hebben ontvangen.